zat ik de krant te lezen en ik werd gewoon helemaal niet vrolijk, vrienden. Nee, het is eigenlijk heel verdrietig wat ik allemaal aan het lezen was. Ongelooflijk zeg. En ja, en ik breng jullie maar even op de hoogte gewoon van wat ik heb gezien. Want kijk, iedereen heeft geroepen nadat die rellen daar in Den Haag met die Eritreërs en noem het allemaal maar op. Jullie hebben allemaal gezegd en nou is het genoeg en nou is het afgelopen en pak ze op en stuur ze het land uit. Wegwijzen, oprotten en heel gauw. Dat is eigenlijk de stemming in Nederland over dat hele geval met die mensen. Nou, en ik snap dat. Ik snap dat gevoel. Maar nou even de werkelijkheid. Nou even de praktijk, beste vrienden. Dat kunnen we allemaal wel willen en allemaal wel wensen. En dat verlangen is heel diep, maar het gaat niet gewoon. Als je dat stuk hebt gelezen, stond in de Telegraaf, dan weet je gewoon, dat gaat dus niet gebeuren. Nee. De statushouders, die kunnen ze niet zomaar wegsturen. Kan niet, dan moeten ze dus of een terrorist zijn, of ze moeten een moord hebben gepleegd. Zo niet, dan kunnen ze niet weg. En heel veel van die gasten, die hebben ook allemaal al een Nederlands paspoort. Hoe vind je die? Ja, die kun je niet zomaar meer wegsturen. Dat gaat gewoon niet meer. Dus bijna, alleen als ze in de procedure zitten, dan zou het misschien kunnen. Maar verder niet. Helemaal niet. Dus dat zeg maar het gevoel van, en nou allemaal een vliegtuig in en opgesodemiet het. Dat gaat niet gebeuren. Het kan alleen nog aan de voorkant. Ja, en intussen zitten we dus opgezadeld met een heleboel van die gasten. Ja, die zijn nu al binnen en het probleem is binnen. Ja, en het gaat allemaal geld kosten. Gaat allemaal geld kosten. Laag opgeleid, komen allemaal in steun terecht, noem het allemaal. Dit is vrienden. Toen ik het uit had, het verhaal, toen dacht ik alleen maar bij mezelf. Het is veel en veel erger dan wij denken.